dat ik dan ook echt moest spelen. Of dat ik moest kreunen of zo. Toen had ik wel zoiets van, oh god. Dan moest ik even op pauze zo van, oké, let's go. best wel spannend. Ik denk eigenlijk eerst mijn eerste echte audioporno. Maar uiteindelijk was het ook wel heel leuk om te zoeken naar hoe dat voor toon geef je mee. En ja, het was wel spannend, maar leuk. Ja. Ja, ik denk dat waar ik het meest mee zat, was dat ik dacht, oh ja, mensen moeten hier opgewonden van raken. Dus ik wilde het ook niet te veel invullen of zo. Zeg maar dat het dan te geilig ging klinken of zo. Dus daar heb ik me het meest op gefocust eigenlijk. Ik denk het wel, maar niet echt een soort ander accent of zo. Maar meer echt een ander stemgeluid. Iets meer dicht bij mezelf. Dichter bij de microfoon, wat zachter. Omdat het dan toch wat zwoeler misschien klinkt. Of gewoon wat meer lucht gebruiken. Ja, ik heb op de toneelschap al zo geleerd om hoeveel verschillende soorten manieren van stemgebruik er zijn. Dus eigenlijk wist ik wel hoe ik dat aan moest zetten gelijk. Ja. Ik vind het leuk dat het ook verschillende vertelperspectieven zijn, zeg je dat zo? Dus vanuit ik-perspectief of dat je echt dat iemand zegt van oké, je loopt daar en daarheen. Of weet je wel, dus dat je niet alleen, ik kan me voorstellen dat je soms, vond ik ook met het inspreken leuk om te merken, dat je toch anders gaat inspreken als je het soort van zegt, oké, jij gaat dit doen, je doet dat. Dat je dan begeleid wordt of zo tijdens het luisteren. En ook omdat de schrijvers zijn van verschillende etniciteiten, heb je ook met, dat je ook wel met merkt hoe seks met verschillende culturen werkt of zo. Niet per se dat het nou echt heel verschillend, maar ik bedoel wel dat je qua fantasie of zo, dus niet alleen maar seks hebt met Jan, Piet en Klaas, maar ook met Abdul. Ik vond de verhalen van Joanne heel erg mooi. Ze ook heel poëtisch waren. Wat ik ook grappig vond, omdat het niet per se dat was dat ik dacht, oh, ik word hier opgewonden van. Maar ze waren heel mooi. Gewoon dat ik soms echt helemaal mee kon gaan in zo'n sfeer. Of soms ook, die ging soms ook over inderdaad een relatie in het verleden. Dus een ex. Gewoon een heel mooi verhaal. Dat ik dacht, wauw, het is gewoon emotional. En ik vond die van Milou dus heel leuk, omdat ze ook heel expliciet waren. En straight to the point, gewoon. Vanessa gaat over Vanessa, een student die in de eentje voor het eerst op vakantie gaat om aan haar thesis te werken. En daar ontmoet ze eerst een vrouw, Gaia, en daarna blijkt zij ook een vriend te hebben, Matteo. En die hebben een gezellige avond. De verhalen van Milou deden vond ik heel goed en die zijn heel expliciet. Dus ik merkte niet dat ik zeg maar van het lezen ervan rode oortjes kreeg, maar meer dat ik zelf dus van, dat er dan stond van harder, maar dat ik het dan ook echt moest spelen. Of dat ik moest kreunen of zo. Toen had ik wel zoiets van, oh god. Dan moest ik even op pauze zo van, oké, let's go. Omdat dat voelde toch ineens even dat je hier zo in zo'n studiootje waar je erbij loopt zit te kreunen. Dat had ik eigenlijk. Wat ik heel fijn vond aan Orgasme en de auteurs, dat het veel jonge mensen ook waren die dus ook dingen zoals consent en zo hebben meegenomen in de verhalen. Of dat iets niet lukt, of iemand zich toch ongemakkelijk voelt in het trio, want zo gaat het waarschijnlijk meestal. Dus dat vond ik wel heel fijn om te merken, dat vaak is porno natuurlijk een fantasie die niet echt haalbaar is, of gewoon niet de realiteit is. En ik vond het hier heel vaak toch echt wel zo voelen van, oh ja, zo gaat dat ook echt. Dus het helpt denk ik wel om te voelen van, als je zoiets luistert van, oh ja, hier wordt ook gevraagd om een condoom of hier, weet je wel, in plaats van, oh, iedereen kijkt elkaar aan en iedereen is geil en het lukt gelijk.
Ja, heel veel taboes. Ik denk... wow, een brede vraag. Ja, wat ik vooral dus nu nog gemerkt met deze audio, dus echt consent. Niet dat er een taboe ligt op consent, maar wel het gesprek over zeg maar, het grijze gebied. Of dat je soms... Ja, dat de vraag niet wordt gesteld en je daarom niet echt de kans hebt soms om ja of nee te zeggen. En dat het dan achteraf misschien een beetje voelt van, oh, wilde ik dit wel? Of weet je wel, of dus bijvoorbeeld één zo'n verhaal, dan is er een trio waar iemand dan toch een beetje onzeker wordt ineens. En dan toch niet meer wilt. Weet je wel, dus dat soort dingen denk ik gewoon eerlijk durven communiceren tijdens de seks. Dat daar nog wel een taboe op ligt of zo. Of dat om consent vragen wordt gezien als niet sexy of dat je dan... ja, uit het moment gaat. Nou, wat ik vind, bijvoorbeeld op het gebied van taboes doorbreken, heb een heel mooi boek, The Celebration of Vulva Diversity. Dat is van een illustrator, Hilde Atalanta. En die heeft dan eigenlijk, die laat mensen op Instagram foto's sturen met consent van hun vulva. En die schildert Hilde dan na, zodat je dus superveel diverse vulva's kunt zien. Dus dat vind ik heel... een heel boek met de uitleg van hoe de clitoris allemaal werkt en hoe het in elkaar zit. Normal People van Sally Rooney vond ik heel erg mooi. En Girl, Woman, Other, wat ik erg mooi vind. Maar zit nog middenin, dus kan je het wel aanraden dan, maar ik vind het mooi.